heb je een lichte baaswijze hier mogen zien. Hoor? Omdat je in het filmen bent. Ik wil weten wie mijn film is. Ja, maar dat is toch geen misdrijf? Nou, ik wil weten wie mijn filmen is. Komt op internet, doe ik aangifte. Ja, Marlon Klein is mijn naam. Ja. Dan kan ik je bij deze zeggen, want de vorige keer heb je dat ook gedaan, dus komt het op internet. Ja. Wie zeg je? Je wilt de andere... Je moet niet aan mijn iPad komen. Wilt je beneden aan mijn persoonlijke eigendom komen? Goedenavond, morgen even uw legitimatiebewijs. Als dit op internet komt, dan krijgt u een klag aan in broek. Ik heb aangifte. Uw collega ook op mijn legitimatie. Nee, ik had graag uw legitimatiebewijs even gezien. Ik controleer dat. Zijn. Dus mocht dit ergens op internet komen, doe ik aangifte. Ja? Duidelijk mee aan. Want je mag namelijk filmen, maar je mag het verder niet gebruiken. Ja, even de gegevens voorslagen, ik krijg niet zo druk, ja? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus je weet wat de bedoeling is, hè? Als het op internet verschijnt, op welke manier dan ook, doe ik aangifte. Ja? Ik hoor u zeggen, meneer. Fijne dag nog. Ja, Marlon Klein is mijn naam. Ja. Dan kan ik je bij deze zeggen, want de vorige keer heb je dat ook gedaan, dus komt het op internet. Ja. Dus dat doe ik wel aangifte. Ja? Ja, de vorige keer had je hem op internet gezet, wat je ook niet mocht. Had je geen toestemming voor. Dus je bent niet aan het antwoorden verplicht. Heb je daar een verklaring voor? Ja. Nee. Wat nee? Ik heb wel een verklaring. Ja, welke dan? Ik mag je gewoon filmen in het openbaar. Ja, maar je mag me niet op het internet zetten. Dat mag ik wel. Nee, mag ik je ben niet. Gewoon een journalist. Je hebt geen auteursrecht van mij. Ik heb geen toestemming voor mij. Nodig. Je bent gewoon een pizzagent. Nee, dienst. Je hebt er geen toestemming voor om dat op internet te verspreiden. Je bent gewoon in dienst. U heeft daar geen toestemming voor om dat op internet te verspreiden. U bent gewoon in dienst. Bij deze heb ik u dat aangezegd. Zie ik het wederom op internet, ga ik aangifte doen. Ja, duidelijk, hè? Ik zal u even vertellen hoe het werkt in de journalistiek. Ik weet het niet. Als u problemen heeft met publicaties wat ik maak, kunt u een klacht indienen bij de Raad van de Journalistiek. Nee, dan ga ik namelijk een aangifte doen. Dat. Nee, zo werk ik dat. Nee, je bent geen journalist. Ik ben wel een journalist. Mag ik je pas voor kaarten zien? Ik heb geen perskaart nodig voor het filmen in het openbaar. Nou, dan ben je ook geen journalist. Jawel, ik ben wel een journalist. Nee, ben je niet. Jawel. Nee, ben je niet. Met Marlon Klein, hè? Allemaal met Michiel Maas van de politie in Limburg. Ja. Ja, dat, ik ken je wel van de website, Marlon Maastreker, van de tand van het YouTube-kanaal, waar ook politiefilmpjes met teksten opkomen, bij wijze van spreken. Film gewoon op de openbare straat, en dat mag gewoon. Ja, op de openbare straat mag je inderdaad gewoon filmen. Maar er zijn ook agenten die komen gewoon naar mij toe en die zeggen van, luister, jij gaat nu stoppen met filmen, en dan gaan ze mijn camera omlaag duwen, en dan gaan ze zeggen, je mag niet filmen, en dan ga je de beelden wissen, en ja, dat zijn hele bijzondere uitspraken. Nee, dat is inderdaad niet goed. Als je op mijn werk staat, mag je in principe alles filmen met dat je niet hinderlijk gedrag moet doen. Nee, ben je niet. Ja, wat? Nee, ben je niet. Ja, dat vind ik eigenlijk fijn voor u. Je weet wat er gaat gebeuren. Ja, je kunt het zien op YouTube op Malen Maastricht. Ja, je weet wat er gaat gebeuren. Je personeel, je hebt het gewoon afgenomen.